De dynamica is de tak van de natuurkunde waarbij je bezighoudt met het onderzoek naar bewegingen. Hoe beweegt een voorwerp zich en waarom beweegt een voorwerp zoals hij beweegt? En het is een van de oudste takken van de natuurkunde. En degene die er eigenlijk mee begonnen is meneer Galileo Galilei geweest. Hij heeft zichzelf ten doel gesteld om door middel van experimenten conclusies te gaan trekken over hoe voorwerpen bewegen. En dat deed hij dus door proefjes uit te voeren, onder andere met dit soort apparaten waarbij hij een knikkertje van een goot kon laten rollen. Dit is een ander apparaat waarbij hij een knikkertje ook in een goot liet rollen en dat knikkertje kwam dan aan de andere kant, kwam die weer naar boven gerold. En hier deed Galilei een belangrijke ontdekking. Hij zag namelijk dat als hij links het knikkertje losliet, dat die knikker vervolgens door het midden van die goot gaat en aan de rechterkant weer naar boven gaat en ongeveer even hoog weer terugkomt als dat hij links los is gelaten. In het plaatje ziet het er dan zo uit. Dus het knikkertje wordt links losgelaten. Hij gaat door het midden van de goot en rechts komt hij even hoog weer terug. En dat is een interessante conclusie. Galilei stelde zichzelf de vraag: wat nu als ik een goot maak die er zo uitziet, die aan de rechterkant dus veel langer is dan aan de linkerkant? Dan blijft het principe hetzelfde, kwam hij achter met het tijdens het uitwerken van de experimenten. Het knikkertje komt aan de rechterkant even hoog weer terug als dat hij aan de linkerkant is losgelaten. Dus hij had een wetmatigheid ontdekt. En nu doet Galilei een denkstap. Hij zei: oké, stel ik maak een goot die aan de rechterkant oneindig groot is. Dat ziet er dan zo uit. Wat gebeurt er dan met die knikker? Nou, je laat hem links los, hij rolt naar beneden, hij komt op het horizontale gedeelte en hij wil weer terug naar boven rollen. En als hij op dezelfde hoogte is aangekomen als waar hij is losgelaten, dan zal hij stil blijven staan. Maar ja, het is een horizontaal vlak, dus hij zal daar nooit komen. Dus, zei Galilei, die knikker zal gewoon blijven bewegen. Daar hoef je verder geen moeite voor te doen, er hoeft geen invloed op uitgeoefend te worden, maar die knikker die zal met een constante snelheid, met een eenparige beweging, blijven bewegen. En dat is een hele belangrijke conclusie die Galilei trok. Galilei zei dus tegen zichzelf: oké, de grondtoestand, als er geen invloed wordt uitgeoefend op een voorwerp, is niet stilstaan, zoals men tot dan toe altijd heeft gedacht, maar is een beweging met een constante snelheid, een eenparige beweging. Een voorbeeldje om het aan te tonen. In het volgende filmpje zie je dadelijk een schaatster. En ze maakt zich klaar voor een sprong tijdens een kunstkuur. En gedurende een paar seconden, dat kun je in het filmpje ook zien, zie je haar geen bewegingen maken met haar benen. Ze zet zich dus niet af tegen het ijs, maar je ziet wel dat ze beweegt. En met een beetje fantasie kun je er wel uithalen dat ze met een eenparige beweging beweegt, terwijl ze dus geen kracht uitoefent. Kijk maar even mee. Gezien, ik zal het één keertje laten zien. Ze maakt zich nu klaar voor de afsprong. En tijdens een seconde of twee, drie beweegt ze niet met de benen. En toch gaat ze met een continue, een constante snelheid, beweegt ze door. Precies al zoals Galilei had voorspeld. Hij ging er ook een term aan hangen. Hij zei: blijkbaar kost het moeite voor een voorwerp om van snelheid te veranderen. En die moeite die het kost, dat noemde hij dan traagheid. Wat hij eigenlijk zegt is het volgende: dat elk voorwerp de neiging heeft zich te verzetten tegen snelheidsverandering. En deze eigenschap, die noem je dan de traagheid van een voorwerp. En hij zag ook al dat hoe zwaarder het voorwerp is, hoe groter die traagheid is. Twee filmpjes om als voorbeeldje hiervan te dienen. In het eerste filmpje zie je een sloophamer, eentje van ongeveer 2000 kilogram zwaar. Die komt met een snelheidje richting een muur. En die sloophamer heeft dus een traagheid. En die traagheid is zo groot dat die muur die sloophamer niet zomaar kan laten stoppen. Sterker nog, je ziet dat die muur het eigenlijk ook begeeft daardoor.
De traagheid is gewoon te sterk voor die muur eigenlijk, zo kun je het eigenlijk zeggen. Tweede voorbeeldje uit sport van een vrij stevige rugbyspeler. Wat je daar in het filmpje ziet is, die rugbyspeler heeft de snelheid. Het kost veel moeite voor die tegenstanders om die snelheid te veranderen. Want als tegenstander wil je natuurlijk die rugbyspeler uiteindelijk snelheid 0 geven. Maar daar moeten ze toch flink moeite voor doen. Hier zit geen geluid bij, maar hier zie je de rugbyspeler, hier komt hij. Hij heeft snelheid en zelfs die twee mensen krijgen hem amper stil. En de derde moet er echt aan gaan hangen, want die speler heeft toch dermate veel traagheid dat je echt je best moet doen om dat op te heffen. Nou, dit is de theorie van Galilei. Het enige nadeel van Galilei's theorie is dat je er geen getallen aan kunt hangen. Het is niet kwantitatief. En op het moment dat een theorie niet kwantitatief is, kun je hem eigenlijk ook niet goed testen in de praktijk. We hebben iemand nodig die dat wel kan, die er wel getallen aan kan hangen. En die persoon is meneer Newton. En Newton bekeek het probleem van beweging vanuit een meer wiskundig oogpunt. En hij probeerde daar ook wiskundige verbanden in te ontdekken. Wat Newton ook deed was een nieuwe term verzinnen. Newton had al snel door dat voorwerpen een invloed op elkaar uit kunnen oefenen. Vaak op korte afstand. Maar ook zelfs als de voorwerpen wat verder van elkaar zitten, was het vaak nog mogelijk dat ze elkaar konden beïnvloeden. Nou, hij is eigenlijk de eerste geweest die daar een term voor heeft verzonnen. Hij heeft dat kracht genoemd. En met die term kracht kon hij ook de eenparige beweging beschrijven. Newton zei namelijk het volgende. Op het moment dat op een voorwerp geen enkele kracht wordt uitgeoefend, zal dat voorwerp bewegen met een constante snelheid. Dus ook wat Galilei al ontdekt heeft. Nou komt dat heel weinig voor, hoor, dat je een voorwerp hebt waar geen enkele kracht op uitgeoefend wordt. Maar als gedachte-experiment zou je een raket kunnen nemen. Een raket die van de aarde vertrekt en op een gegeven moment erg ver van de aarde is verwijderd. Dus de aarde oefent amper nog kracht op die raket uit. Als de astronaut op dat moment de motor uitzet, werkt er helemaal geen kracht meer op die raket. Maar die raket zal niet stilstaan. Nee, hij zal gaan bewegen met een constante snelheid. Totdat er weer ergens een kracht op die raket wordt uitgeoefend. Newton heeft dat in een formule gezet. Dat is de eerste wet van Newton gaan heten. En hij breidde die wet ook nog een klein beetje uit. Hij zei namelijk nog het volgende. Het kan best zijn dat de krachten opwerken op dat voorwerp. Maar als die krachten elkaar precies opheffen, zodat de resultante kracht nul is, dan zul je zien dat er geen snelheidsverandering is. Newton breidde zijn wet nog uit. Hij zei, nou, het kan best zo zijn dat er wel krachten worden uitgeoefend op een voorwerp, maar als die krachten elkaar precies opheffen, zodat de resultante kracht nul is, dan zal dat voorwerp geen snelheidsverandering ondervinden. Hij zal dus met een constante snelheid blijven bewegen. Nou, even belangrijk om te wijzen op die twee pijltjes die erboven staan. Het pijltje boven de F van kracht geeft aan dat als je krachten bij elkaar optelt, dat je natuurlijk altijd rekening mee moet houden dat een kracht een grootte en een richting heeft. Dus je moet ze door middel van kopstaart of tekenen van een parallelogram, kun je die krachten bij elkaar optellen. Het pijltje boven de snelheid geeft aan dat de snelheidsverandering nul moet zijn. Maar snelheid heeft ook een richting en een grootte. Dus dit houdt tegelijkertijd in dat de grootte van de snelheid niet mag veranderen. Maar de snelheid mag ook geen richtingsverandering krijgen. Dus het voorwerp mag ook geen bocht gaan maken. Dus de eerste wet van Newton beschrijft de situatie waarbij voorwerpen in een rechte lijn met een constante snelheid bewegen. Even twee voorbeeldjes om het wat te verduidelijken. Ik heb hier een foto van een boek. Op het boek werken twee krachten. Een zwaartekracht naar beneden en een normaalkracht naar boven. Ja, die heffen elkaar natuurlijk precies op, want het boek ligt stil. Dus de resultante kracht is nul. En daardoor is de snelheidsverandering van het boek is ook nul. Het boek lag stil en het boek blijft dus ook stil liggen. Tweede voorbeeld is van een auto op snelweg. Op die auto werken natuurlijk ook een zwaartekracht en een normaalkracht. Nou, die zullen elkaar opheffen, want de auto gaat niet vliegen en gaat ook niet in de grond zakken. Dan hebben we nog twee andere krachten. De wrijvingskracht, de luchtwrijving en de voorwaartse kracht. Als die twee elkaar ook precies opheffen,
Dan zijn alle krachten samen 0, is de resultante kracht 0 en dan zal de snelheid dus niet veranderen. Dus hij beweegt met een constante snelheid. Allebei de voorwerpen, zowel het boek als de auto, bevinden dus zich in dezelfde beweging. Dat is de eenparige beweging. En die eenparige beweging volgt dus uit die eerste wet van Newton.